mij laten omringen door mijn team. Dat zijn allemaal jonge professionals die heel opgeleid zijn en die altijd streven om een project zo goed mogelijk af te leveren. Ik probeer ook zelf een omgeving te creëren waarin dat ze dat kunnen doen, dat ze de vrijheid krijgen, dat ze alle vrijheid krijgen eigenlijk, om die verantwoordelijkheid te nemen, om dan uiteindelijk te zorgen voor goede projecten, die zorgen voor goede en tevreden klanten. En dan ben ik ook gelukkig. Professioneel gezien, dat stilstaan achteruit gaan is in onze sector. Dus dat we altijd moeten streven naar innovatie en opleiding voor het team, zodanig dat, ja, dat we niet achterhaald zijn en altijd mee zijn met evoluties. En privé eigenlijk, dat ik niet alles per se alleen hoef te doen. Dat ik ook advies kan vragen, dat ik kan mij laten omringen door mensen met ervaring, door ondernemers met ervaring. Zodanig dat ik die fouten die ik vroeger gemaakt heb door alles per se alleen te willen doen, misschien kan vermijden in de toekomst. Dat ik de laatste 11 jaar eigenlijk van nul een firma opgebouwd heb, waar we ondertussen met 13 werken, waar we met vallen en opstaan eigenlijk altijd maar vooruit gegaan zijn, elk jaar professioneler, elke dag een beetje beter. En dat die structuur nu echt goed op poten staat, waardoor dat ik zelf ook wat minder centraal sta in de firma en veel kan overlaten aan het team die dat dan schitterend doet.